Ja, een 1-0 nederlaag, terwijl je een hele wedstrijd, of bijna een hele wedstrijd, 60 minuten tegen 10 man speelt. Ja, hoe sta je hier dan? Nou ja, complimenten voor de Koninklijke natuurlijk, die zeer gedisciplineerd gespeeld hebben. En als je met 1-0 verliest en je mag een uur lang met een man meer spelen, ja, dan moet je echt heel erg naar jezelf kijken en naar niemand anders. En dat betekent dat je een uur de tijd hebt gehad om het verschil uit te drukken in goals. Hebben we niet gedaan en dan moeten we het ook bij onszelf zoeken, vind ik. Heb je genoeg mogelijkheden gezien, genoeg kansen? Nou, ook niet zo gek veel. En dat baart me dan wel zorgen. Zij stonden wel heel gegroepeerd. Ze stonden wel heel goed, moet ik zeggen, verdedigend. Maar ja, dan moeten wij een hogere balsnelheid genereren. En de bal op de andere kant zetten, dat hebben we veel te weinig gedaan. Veel te weinig kansen gecreëerd. En als we een keer kansrijk werden, waren we gewoon, vond ik slordig. Niet agressief genoeg, niet... geen eens de bal tussen de palen, bij wijze van spreken. En dat is de eerste vrijste. Ja, en een beetje agressie, dat zie je alleen bij dat opstootje vlak voor het einde. Ja, dat begrijp ik niet. Ik denk dat hoort niet op het voetbalveld thuis. En er zit een heleboel frustratie in. En dat is niet goed. Ik vind, je moet naar jezelf kijken. En die frustratie, die bouw je zelf op gedurende die wedstrijd. Omdat je niet kan brengen wat je moet brengen. Ja, de uitslagen zijn altijd wisselend zo in die tweede divisie. Blijft het misschien nog een beetje spannend bovenin. Maar ja, nu doe je jezelf eigenlijk weer tekort. Wil je nog een beetje ergens om meedoen? Nou, daar kijken we echt niet naar op dit moment. We kijken echt naar onszelf. We komen uit de winter en we hebben twee keer verloren. We hebben geen goal gemaakt in 180 minuten. Dus daar zullen we echt aan moeten gaan werken. En we zullen zo snel mogelijk het vertrouwen weer terug moeten krijgen. Dat we wedstrijden kunnen gaan winnen, want... Ja, dit is niet goed. Dankjewel. Merci. Okay. Ja.